Live vanuit Berlijn. This is the TPO podcast. Een obsessie met complotten klinkt zo. Al decennia laten we ons aanpraten door de Big Pharma en door die hele angstindustrie dat blanke hetero's een condoom moeten gebruiken. Hoe houden we de genderneutrale taal uit de schoolboeken? En weer klappen voor CNN over subjectieve berichtgeving. Who's the people stopping the conversation? Who are they? People that work at networks, frankly, like the one I'm speaking on right now. Aflevering 293. Ranting and Reason. Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast. Goedemorgen, Bert. Goedemorgen, heer Roderick. Ja, goedemorgen. We hebben een verspätung. We zijn wat later dan normaal. Want dat komt omdat we gisteravond wat verbindingsproblemen hadden. Ja. In die enorme... De Rundfunk was kapot. Ja, dat was niet zo schön. Het schijnt ook te maken te kunnen hebben met dat het zo'n miljoenenstad is waar 4G toch anders werkt dan in een honderdduizendenstad als Amsterdam dat zou kunnen. Weet ik niet. Ja, daar werkt je ook niet. Het hangt heel erg van. Ik weet van vroeger, ik weet niet hoe dat nu is, maar een paar jaar geleden, als je dan goedkoper T-Mobile of zo had, dan had je echt midden in het centrum van Amsterdam geen bereik. Weet je wel? Dus ja, zeg, je hebt vaak nog beter bereik op het platteland dan in de stad. Ja, ja. Ik zit in Berlijn. En wat ik altijd mooi vind aan Berlijn is dat het zo omgeven is door de geschiedenis, door de recente geschiedenis. Ik ben hier toch een redelijk aantal DDR-musea tegengekomen. Ik ben gisteren naar een van de betere gegaan. Zo'n DDR-museum waar je waar je echt die oude tijd inloopt. Keukens, woonkamers, je kunt daar plaatsnemen op stoelen. En je hebt daar natuurlijk de banken die niet zitten. Je hebt daar stoelen die niet zitten. Je hebt het portret van Erich Honecker aan de muur. Ja, en ja, ja. Je hebt een televisie met één kanaal. Geen omroepen, geen gedoe zoals in Nederland. Maar er was gewoon één socialistische eenheidsomroep. Vielfältig is die friedliche Zusammenarbeit. Vielfältig sind die Beispiele deutsch-sowjetischer Freundschaft. Eine Freundschaft, die Tradition hat. Der Sinn des Soldatseins im Sozialismus, den Frieden zu halten, zu verhindern, dass die Waffen sprechen. Die auf den Frieden und das Wohl des Volkes gerichteten Politik der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Ja, dit is natuurlijk Erich Honecker. En die heeft het over de vriendschap tussen de Russen. En wat vooral wordt benadrukt in al die fragmenten die je te zien kunt krijgen, is de gezamenlijkheid, dus de gemeenschap. Hè? De individu is ondergeschikt, dat is heel erg. Er wordt echt ingepompt, gewoon iedere dag opnieuw. Ja. En wie daar niet aan meedoet, die krijgt natuurlijk de Stasi achter zich aan. En daar zijn ook weer filmpjes van. En dan zie je dus een soort van instructiefilmpjes voor nieuwe Stasi-medewerkers van hoe je een huis binnentreedt als iemand bijvoorbeeld aan het werk is overdag. En dan hoe je die afluisterapparatuur allemaal installeert in muren en in lampjes en in de keuken en zo. En als je je dus niet gedraagt als je gedroeg volgens de socialistische richtlijnen, dan werd je opgepakt en dan kon je gewoon voor jaren de Stasi-gevangenis in. Ik vind het voor gedeelte wel erg herkenbaar. Met GroenLinks Amsterdam bijvoorbeeld. Nou, vooral wat dat gemeenschapsdenken betreft. Ja. En als je niet meedoet, dan krijg je geen subsidie. Geen Stasi, maar geen subsidie. En een staatsomroep, dat klinkt ook heel erg herkenbaar. Ik ben hier nog vandaag en morgen weer weg. Ja, je loopt de hele dag rond. Ik ben ook vroeger ook wel eens een paar keer. Ik ging ook wel regelmatig naar Berlijn, of regelmatig af en toe. In de herfst. Ja. Dan kun je gewoon goedkoop in het Hilton zitten en dat soort dingen. Ja. Ik vond het inderdaad altijd wel een prettige stad om rond te lopen. Ja, er is zoveel. Ja, onze grote vriend Harry Moelis, die zei, in Berlijn loop je tot aan je knieën in de geschiedenis. Ja. En dat is ook zo. Er is zoveel. Dat is een beetje zo, ja. Ja, er verandert ook heel veel, vooral in het oosten. Verandert er heel veel, want er verdwijnen kraakpanden en daar komen dan hele dure winkels weer in. Weet je wat, dat gaat maar door. Maar je ziet heel erg, vooral in het oosten, dat je dus die rijkdom van Russen en vooral mensen, buitenlanders, die hier enorm investeren. En dan toch ook weer die anarchistische kraakbeweging, die zich nog steeds vasthoudt aan die anarchistische idealen die wij in de jaren 80 hadden en die we nu nog een beetje vinden bij Antifa. Maar in Berlijn, is vooral in Oost-Berlijn, is die Antifa-beweging heel groot.
Ja, en dat extreem links ook de laatste jaren groeit ook weer enorm. En de vlaggen met de hamers en sikkels zijn alweer populair in het straatbeeld. Dat is ongelooflijk. Het is toch al dan weer, zeg maar 20 jaar geleden, maar dus het is in de tussentijd veranderd. Maar wat ik altijd mooi vond, is die scheiding tussen oost en west die nog zo zichtbaar was. Omdat je in het oostelijke gedeelte, er stond gewoon nog die bouw van die architectuur van destijds. Ja. Het was al één stad, maar je zag heel erg dat verschil. Dat was ook toch, en het oostelijke gedeelte was in elk geval toen nog, de restaurants waren ook goedkoper. Ja. En de bediening was slechter en hier kwam gewoon dat onderscheid was gewoon nog heel erg aanwezig. Het ging je naar Alexanderplatz en dan extreem lelijke Kaufhalle kreeg je daar met extreem lelijk beeld staat daar, weet je, en dat loopt ook die Ossies, zeker in die tijd, toch veel armoede, mensen in trainingspakken die een beetje rondhangen, wat ze eigenlijk altijd gedaan hebben, dus daarna zijn ze eigenlijk een beetje zo hetzelfde gaan doen. Ja. En Dat de onderscheid was altijd zo duidelijk nog. Ja. Nou goed, vandaar dus gedeeltelijk uit Berlijn. Hoest op La Palma met, ik zag een prachtige mooie hoge spuwing van de vulkaan. En toen dacht ik, is geen gebrek. Nee, precies. Maar ik dacht ook wel van, er staat helemaal geen wind. Dus dat is weer gunstig voor Bert, dacht ik. Dat hoeft niet zo te zijn. Ik heb er nu geen last van. Het is nu heel mooi weer. Het is nu warm. We hebben last van. Het is een beetje kalima, dus de wind uit de woestijn. Het is wel heel helder. Wat je heel erg krijgt, is dat als er geen wind staat, die as en rookpluim, die gaat dan niet weg. En dat betekent dat alle gassen, die verspreiden zich ook niet. Dus de luchtkwaliteit verslechtert dan enorm. En in de buurt, daar hebben mensen daar wel erg last van. En als de wind dan iets draait, krijg ik weer last van as. Maar ik moet zeggen dat ik tot nu toe geen last van heb gehad. Dus ik moet het afkloppen. Ik heb er sowieso heel weinig last van, gelukkig. Okay. Op de aardbevingen na, ik word wel... af en toe gaat het wel heel hard. Dus het is echt 4,6 op de schaal van Richter. Dat zit wel meestal 30, 35 kilometer diep. Maar ja, dat voel je heel erg. En levert dat scheuren in je muren op? Ja, nou nee dus, omdat het zo diep zit. Okay. Het is, ik weet niet helemaal exact hoe het zit. Maar ik volgens mij heeft het nogal verschil. Of de aarde zelf schudt, dat die aardplaat beweegt. Of dat het trillingen zijn door magma die in kamers loopt. En dat laatste is het geval. En dan hoor je die trillingen. Dat is gewoon door de druk die tegen de rots aanduwt. En dat wordt gewoon naar boven vervoerd. Maar als het zeg maar op heel dicht tegen de oppervlakte zit, dan krijg je inderdaad gewoon echt schade. Dus daar ben ik dan wel weer bang voor. Ja. Maar voorlopig, je voelt het gewoon alleen. Het is een heel raar, misselijkmakend gevoel, dat wel. Hmm. Ik zag ook filmpjes van daar vlakbij de vulkaan, aan de westkant. Daar is natuurlijk de hele tijd trillingen. En ik zag ook filmpjes van mensen die filmen daar hun autoritje. Maar die is gewoon de hele tijd. Dus die dashcam die is gewoon aan het schudden en zo. Jezus, Mina. Ja, het is heel. En het probleem nu is dat ze gewoon helemaal niemand weet hoe lang het nog gaat duren. De president hier, die was ook helemaal moedeloos. Die zei ook van ja, ik kan gewoon niks zeggen. Nee. Ik weet, het is gewoon, we kunnen gewoon niks. Behalve dan afwachten. Maar er is gewoon nu. Geen enkel, niets wijst erop dat het binnenkort gaat stoppen. Wat echt extreem frustrerend is. Ja. Ook zeker voor het bestuur. Want zolang dat ding loopt, kun je gewoon niks. Nee. Je kan niet herstellen, je kan niks. Nee. Je kan gewoon helemaal niks. Nee. Nee. Aardbevingen van een hele andere schaal hier in Nederland natuurlijk. Het is dinsdagochtend vandaag, het is 19 oktober. Er is al heel veel over gezegd, maar wij analyseren toch eventjes dit verhaal. Kans dat een blanke hetero aids krijgt, is kleiner dan de kans dat hij door de bliksem wordt getroffen. Die kans is echt 0,0000. Is mega klein. Eigenlijk bestaat aids niet, in principe niet, voor blanke hetero's. Dat is gewoon iets, dat komt eigenlijk niet voor. En toch hebben wij waarschijnlijk allemaal, ik in ieder geval wel, in de eerste jaren dat je seks hebt, dat je echt als de dood, en ik moet een condoom en helpen, en moet laten testen, en oh mijn god en zo.
En dat, hoe irrationeel het ook is, totaal irrationeel, maar dat is dus door de big pharma en door die hele angstindustrie. We hebben in feite al sinds de jaren 80 hebben we een seksuele lockdown met die verschrikkelijke anticonceptie dingen. We laten ons dat al decennia laten we ons aanpraten dat blanke hetero's een condoom moeten gebruiken. Voor ziektes slaat nergens. Dat is gewoon onzin. En ik denk dat zoiets ook gebeurd is met al die politici over corona. Juist. Ze kunnen gewoon niet meer normaal nadenken erover. Ja. En ik geloof, Bert, dat hij dit niet voor 100% zegt om de ophef te veroorzaken die hij vervolgens wel krijgt. Dit is niet alleen dat geloof ik ook. Maar effectbejag. Dit gelooft Baudet werkelijk. En dat maakt het extra zorgelijk. Zorgelijk wat betreft ook de geestelijke gezondheid van deze volksvertegenwoordiger. En zorgelijk voor ook al die mensen die nog steeds achter de man aanlopen. Voor hun geestelijke gezondheidszorg moeten wij ook vrezen. En ook voor die van alle mensen die nog lid zijn van deze partij. Ja, je gaat toch denken, hadden de ouders van Baudet maar een condoom gebruikt? Ja. Dat had toch uiteindelijk nu al een hoop geschild qua leed. En het allerergste is dat ik op een bepaalde diepte, wat hij bedoelt, nog wel kan volgen. Wat hij wil is namelijk corona, de maatregelen, de hysterie zoals die nu plaatsvindt, zoals hij dat gelooft. En laat ik het zo zeggen, probeert hij zeg maar te koppelen aan, want hij is natuurlijk net als wij een kind van de jaren 80 en 90, en te koppelen aan wat er destijds gebeurde. Het was inderdaad een enorme propaganda om condooms te gebruiken. We kennen allemaal nog die campagnes van ik vrij veilig of ik vrij niet. Ja. En Petra en Henk gebruiken geen condoom, want Petra en Henk kennen elkaar al 3 dagen. Wel trusten, Petra en Henk. Ja. Daar is later, de afgelopen jaren, zijn er toch een hoop mensen die hebben gezegd, nou ja, laten we wel wezen, op het moment dat de grote AIDS-golf over West-Europa spoelde en over Amerika, was het inderdaad vooral een ziekte die homoseksuele gemeenschappen trof. En dat is natuurlijk destijds heel erg geprojecteerd op, het is een ziekte van iedereen. Wat je wil ook niet zeggen, het is een homoziekte, want dat is discriminerend. Nou, bovendien waren er ook nogal wat hetero's die dat kregen. Of er zijn natuurlijk allerlei biseksuele contacten die dat allemaal veroorzaakten. Maar kijk, Baudet praat ook, maakt natuurlijk niet voor niks de verbinding met corona, is dat het... Wanneer is die epidemie over? Wanneer is het weer veilig? Weet de heer Baudet dat? Nee, dat weet hij niet. Dus het is extreem gemakkelijk praten en laveren tussen, ja, kijk eens eventjes, nu valt het wel weer mee met AIDS. Ja, dat is ook zo. En misschien valt het ook wel weer mee enigszins met corona. Maar ja, de kans is nog steeds aanwezig. En wat hij doet is natuurlijk voortdurend het verdacht maken van de overheid of in samenwerking met de Big Pharma. Ja, dat is dus het probleem. Wat hij bedoel, en dat zegt hij nu ook van ja, maar alles wat ik zeg klopt feitelijk. En dat klopt ook als je de cijfers erbij haalt van hoeveel heteroseksuele West-Europese mannen AIDS hebben gekregen, is dat een heel klein gedeelte. Maar de belangrijkste reden daarvoor is dat condooms nogal zijn gepromoot. Om maar zo te noemen. En dat er heel veel maatregelen zijn getroffen om AIDS te voorkomen. Dus bloedtransfusies. Het is heel kort dat homoseksuelen volgens mij bloed mogen geven. Ja. Weet je wel? Maar dat heeft te maken met de strenge maatregelen die zijn genomen om AIDS te voorkomen. En het probleem is, wat hij doet, is dat dus projecteren op, hij zegt het gewoon letterlijk, blanke heteroseksuelen. Maar het heeft natuurlijk niks met huidskleur te maken. Nee. Wat hij dan bedoelt te zeggen, daar had hij best een discussie over kunnen voeren. Dat is ook, vind ik, ik heb daar wel eens vaak artikelen over gelezen. Denk, nou, dat is niet helemaal onterecht. We hebben destijds vooral te horen gekregen dat we, als we niet oppassen, allemaal aangaan aan AIDS. Dat risico was waarschijnlijk iets kleiner dan werd het gepresenteerd. Maar zeg nou niet dat een condoom zinloos is. Of dat het iets is van Big Pharma. Nee, want ze zijn echt een tal van SOA die je gewoon krijgt. Als we geen condoom hadden uitgevonden, dan waren op dit moment, denk ik, syfilis en herpes en gonorreu
toch nogal endemische ziektes die op enorm grote schaal voorkwamen. Precies, nee, maar dat is ook mijn probleem. Want hij zegt dus eigenlijk de angst die elke epidemie, of het nou AIDS is of COVID, met zich meebrengt. En de alertheid en de voorzichtigheid die dat bij mensen teweeg brengt, terecht denk ik. Dat is allemaal onzin. Hans! Ja, nee, maar, en, Hans! Oh, ja. Onzin! Precies. Wat hij doet is dan ook is er dan de vermaak van ja, maar dat is allemaal complot van Big Pharma. Ja. Weet je, dus Big Pharma heeft enorm verdiend aan condooms. Terwijl is allemaal onzin, condooms. Wat gewoon niet zo is. De condooms zijn uitgevonden om iets te voorkomen, namelijk geslachtsziektes en verspreidbare ziektes als AIDS. Dus heeft Big Pharma daar wel dik aan verdiend. Zoals een autodealer ook dik verdient aan het verkopen van auto's. Betekent niet dat ze slecht zijn. En dat het dus een complot is. En niet dat het verzonnen is door de overheid. Maar door een overheid die wil voorkomen dat mensen ziek worden. Ja. Maar en ik was het verder dus volkomen met Umberto Tan eens. Dat is ook voor het eerst dat hij inderdaad daar zo op reageert. Aangezien hij een broer heeft die aan AIDS is overleden. Ja. Ja. Als mijn broer aan AIDS was overleden en ik keek naar dit geraaskal, dan zou ik ook willen reageren, geloof ik. Ja, het was inderdaad geraaskal. Het was ook best wel gênant, want dus hij had het over blanke hetero's. Dat is echt. Maar dat denkt hij dus echt. Dat is mijn probleem, dat hij dat echt denkt. En er stond ook, voor dat podium stond er ook iemand van de beveiliging. Dat was volgens mij een zwarte meneer van de beveiliging. En die stond dat ook allemaal maar aan te horen. Die dacht ook, wat zullen we nou krijgen? Ja, die dacht ook van, sorry, ja. Wacht. Hoor ik hierbij? Ja, precies. Waarom sta ik hier ook alweer? Ja, precies. Ja. Ja. Voor meneer zijn veiligheid. Ik kijk dat Umberto, en normaal heb ik niks met dat gezeven van Umberto. Ook niet over huidskleuren, maar ik dacht wel van, hier heb je wel een punt, vriend. Ja. Omdat het gevoel wat Baudet geeft is... is de broer van Umberto is overleden aan AIDS. Ja, had hij maar niet zwart en homoseksueel moeten zijn. Ja. Het is de hele tijd. Het is wat Baudet de hele tijd doet, ook bij corona. Een soort superioriteitsgedachte verspreiden. Als je bij ons club hoort, ja. En toevallig zijn dat wel allemaal heteroseksuele blanke mannen. Als je bij de club van heteroseksuele blanke mannen en vrouwen voor gedeelte, mits ze voldoende kinderen baren en van koken houden. Als je bij de club van blanke heteroseksuele mannen hoort, dan ben je toch een soort superieur. Ons gebeurt niks en dat doet hij bij corona net zo. Ja. Corona, dat is een ziekte voor sukkels die ongezond leven. En niet goed voor zichzelf zorgen en bejaarden, dat is toch op doorhoud. Het kan allemaal wel dood. Maar wij krijgen het niet, want wij zijn fit en doen een sport. Weet je wat gewoon, ja, je zult dus een homoseksueel zijn. Dan heb je pech bij je. Dan heb je in de wereld van Baudet. Ja, dan had je maar niet. Weet je, dat had je maar niet moeten doen. Dan krijg je dat een beetje ook. Ja, maar dus enerzijds dit. Anderzijds die totale ontkenning dat het jou kan treffen. Bijvoorbeeld, het is niet voor niks dat zijn grote voorbeeld de Braziliaanse president Bolsonaro is. Ja. Die leeft in dezelfde ontkenning. Die wordt achterna gezeten op dit moment door een senaatscommissie. Die hem verantwoordelijk houdt voor pak een beet 600.000. COVID-doden in Brazilië. Maar het is hetzelfde gemak, dezelfde struisvogelpolitiek die nog steeds zoveel mensen aantrekt. Ik vind dat ongelooflijk, maar goed. Nou, het is elke keer dat je denkt van, nou ja, nu zullen mensen toch wel. En dan lees je de reacties en denk je, Jesus Christ. Hoe is het mogelijk? Hoe achterlijk kun je zijn. En dat vind ik wel, dat je dat dan wel nu kunt zeggen. Ik vind wel dat als je nu nog FVD-lid bent, dan ben je toch wel echt achterlijk. Maar ik vind, maar laten we dan in elk geval constateren dat Baudet wel een racistische homofoob is. Die complottheorieën verspreidt en eigenlijk ook wel echt gevaarlijke dingen verspreidt. Wat hij zegt van je moet onbeschermde seks is eigenlijk oké. Okay. Ja, dus als het aan Baudet ligt, gaan we geslachtsziektes verspreiden. Ja, en hij zegt letterlijk, dus iedereen die dat probeert te downplayen, moet nu even gewoon de oortjes openzetten voor zover dat nog mogelijk is. Voor zover je die nog hebt natuurlijk. Hij zegt letterlijk dat condooms onzin zijn. Ja.
Laat het even op je inwerken. Hij zegt letterlijk dat condooms niet beschermen tegen geslachtsziektes. Ja, en dat is dus niet zo. Precies, precies. En in dezelfde ritme, dezelfde snelheid, zegt hij, tweet hij voortdurend dat vaccinatie onzin is. En hij juicht als er weer eens iemand, een bekend iemand in Amerika of in Europa zegt van ik laat me niet vaccineren. Dan roept hij heel hard. Ja. Geweldig! Super! En dat zei Umberto Tan ook. Van ja, wat Baudet doet is altijd weer daarna zeggen ja, maar je hebt het verkeerd begrepen en je moet het in de juiste content zetten. En het eerste wat hij deed was dat twitteren. Ja. Dit van ja, maar dit is allemaal weer een deugd BNR en ik heb iets anders gezegd in de context. Elke keer dat. Elke keer duiken en weglopen. Echt als een zielige kleuter die achter een bosje zit, besjes gooit naar een auto. En als die auto stopt, dan hard wegrennen. Ja, wat ben je dan? Ja. Wat moet je jezelf dan haten? Ik echt snap niet dat als je nu nog FVD-lid bent, dat je jezelf dan niet gewoon haat. Dat je dan in de spiegel kijkt, dat je denkt van oh, dat ben je ik jezelf nog serieus neemt. Mispunt. Echt. Ja. Burg. Ja. Oké. Okay. TPO Podcast. En wat de corona betreft zijn we toch eigenlijk weer terug bij waar het debat begon, namelijk de ziekenhuisopname. We zijn nog zeker niet terug bij de druk in de ziekenhuizen zoals vorige herfst en winter. Maar de IC's en de ziekenhuisbedden die vullen zich wel weer met coronapatiënten. 9 van de 10 zijn niet gevaccineerd. Volgens het Isala ziekenhuis in Zwolle is de helft van alle coronapatiënten die zij krijgen afkomstig uit Staphorst. Waar de vaccinatiegraad samen met Urk de laagste van het land is. Ik geloof iets van 56%, nog iets meer dan de helft. Ja. En het gevolg is, opnieuw worden er operaties uitgesteld. Het ziekenhuis in Zwolle heeft 20 mensen afgebeld die op de wachtlijst staan voor inhaaloperaties. Ja, en dat vind ik vond het echt dat ik dacht van jezus, dan kijk eerst krijg je dus dat je moet geopereerd worden. Dan komt corona, dan moet je op een wachtlijst. Ja. Daarna krijg je te horen, we gaan binnenkort kunnen eindelijk inhaal opereren. En op het laatste moment word je afgebeld. Sorry, je moet weer op een wachtlijst. Ja, waarom? Ja, omdat het ziekenhuis vol ligt. En waarmee? Ja, met religieuzen die zich weigeren in te enten. Ja. En dan denk ik, fucking hell. Kijk, als je vindt dat de lieve heer het zo heeft bedoeld dat jij moet creperen, dan moet je dat zelf weten. Ik vind het wel een beetje zuur dat andere mensen daar nu de dupe van worden. Precies. Het zijn ook de mensen die bijvoorbeeld nu een ernstig ongeluk krijgen of hartfalen krijgen en die dan niet meer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis kunnen omdat dat vol ligt. Weet je, die moeten dan kilometers, half uur, uren, anderhalf uur moeten ze omrijden om een plek te vinden op de IC of een operatiekamer te vinden. En waarom gaan deze mensen eigenlijk naar het ziekenhuis? Ik neem aan dat de lieve heer helemaal niet van ziekenhuizen houdt. Als de lieve heer zegt van je mag niet vaccineren, dan lijkt me dat je niet ook een infuus mag. Ja. Of überhaupt een operatie. Ik zou zeggen, ga daar gewoon lekker op zijn moeder Teresa's thuis liggen creperen. Want dat was echt dicht bij de heren komen, begrijp ik altijd. Ja. Het lijden is de megafoon waartoe God tot ons spreekt. Dus ik zou zeggen, pak mee die winst. De argument van mensen die zeggen, ja, maar wacht even, het is mijn eigen keuze om te vaccineren en dit hoort erbij, die komen dan ook vaak met het argument van ja, er liggen daar ook mensen met longkanker die hun hele leven gerookt hebben en die worden dan ook geopereerd. En dit is mijn keuze, namelijk niet vaccineren. Krijg ik de ziekte wel? En moet ik aan de beademing en op de IC liggen? Ja, dat is dan hetzelfde. Daar valt dan ook een hoop over te zeggen, hoor, trouwens. Ik bedoel, je kunt inderdaad ook zeggen, misschien moeten we eens gaan kijken of je rokers, of we daar niet eens en überhaupt een discussie over kunnen voeren. Ja, moet je die wel helpen. Maar goed, dat is al iets anders. Maar als je om religieuze redenen niet vaccineert, ja, dan lijkt het me logisch dat je ook om religieuze redenen niet naar het ziekenhuis wil. Ja, precies. Dat gewoon niet. Je legt je lot in handen van God. Wat moet je in een ziekenhuis? God is tegen vaccinaties, maar voor ziekenhuizen. Dat lijkt me dan sterk. Of God die wil alles laten gaan.
Of hij bedenkt dingen zoals ziekenhuizen. Maar de vaccinatie is natuurlijk precies hetzelfde. Dat is iets wat dan God bedacht heeft om mensen te helpen. Dus ik kom dan niet zeggen van ja, nu ben ik ziek, nu wil ik wel naar het ziekenhuis. Ja. Dat vindt God ook, dan wordt God alsnog boos. Ja. Dus ik zou dat niet doen, staphorstes. Er worden keuzes gemaakt. Of je het nou... of je nou een coronapatiënt voorrang geeft boven een operatie die noodzakelijk is en die uitstelt vanwege de coronapatiënt. Je maakt een keuze. Op het moment dat de druk terug is, zoals vorig jaar november tot en met pak een beet april, mei. Ja, dan daar zijn keuzes gemaakt. Ja, precies. Maar ik weet het gewoon. Ik denk, misschien kunnen we niet gewoon... gewoon vaccin in het drinkwater mengen of zo. Zoals de fluor. Ja. Ja, precies. Als een fluor. Nou, kijk, weet je, de vraag is natuurlijk helemaal of het weer zo erg wordt. En wat ik lees is dat bij ieder virus, zeker als er zoveel mensen gevaccineerd zijn en mensen die het gekregen hebben, antistoffen hebben, dat virus op een gegeven moment vanzelf uitdooft, om het maar zo te zeggen. Ja, dat is wel. Wat ik lees wel inderdaad in het buitenland, dat de mensen zeggen van, nou ja, de pandemie is wel een beetje voorbij. Ook inderdaad, zoals nu met die, wat is het, merk. Dus zo'n nieuwe pil, hè, zo'n nieuw geneesmiddel. Ja. Komt er dan op de markt, of in ieder geval goedgekeurd. En dat werkt dan heel goed. En de analyses erover lees je ook veel artsen die zeggen van, ja, nou ja, tegen de tijd dat je dat grootschaals kan produceren, is de pandemie wel voorbij. Dus dat is wel iets wat... Het wordt ook wel... Dat lees je ook van steeds meer. Van het is steeds minder. Het neemt ook wel echt... Het blijft afnemen. Ja, het dooft uit. Het aantal gevallen. Ja. Het dooft wel uit. Dus ik vind het wel opvallend... Ja, dat we nu toch weer een beetje paniek krijgen van dat er weer de ziekenhuizen vol lopen en dat soort dingen. Nou ja, paniek niet, maar wel een waarschuwing. Want kijk, we hebben natuurlijk dat allemaal gehad. En ik denk dat over een jaar, twee jaar, misschien drie jaar, dat we dan eens heel goed moeten terug evalueren van wat er allemaal geslaagd en niet geslaagd is qua lockdowns en andere maatregelen. Maar ja, het kan nog steeds. Er is, 83% is gevaccineerd. Doe daarbij de mensen die het gehad hebben. Nou, ik denk dat we misschien nog 10% mensen overhouden in Nederland die helemaal geen antistoffen hebben. Nee, maar dat... Die maar kunnen dat vind behoorlijk wel... wat veroorzaken in de ziekenhuizen. Ja, maar ik dacht toch van als er een vaccinatiegraad is van tegen de 90% moet het goed zijn. Maar nu is het nog niet goed. Ja. En dat vind ik wel, geeft wel weer een beetje dat ik denk van is er dan wel perspectief op een einde? Of moet je dan 100%? En 100% ken ik nog niet. Want dan nog gaan mensen dood. Colin Powell was ook gevaccineerd. Volgens mij had hij meer ziektes. Ja, hij was wel gevaccineerd. Dat heeft zijn familie laten weten. Maar hij was 84. En volgens mij had hij meer ziektes. Ja. En sowieso, mensen die 84 zijn, kunnen zomaar bezwijken aan een milde verkoudheid. Dus, ja, maar, zeker. Zetjes. De laatste zetjes zijn het vaak, ja. Je hebt een hoop bejaarden en een hoop zieken. Dus zelfs 100% gevaccineerd blijf je gevallen houden. En is dat dan wel voldoende? Kunnen we dat dan wel aan? Daar ben ik wel een beetje bang voor. We gaan eventjes woken. Nou, eventjes. I was offended and I have rights. TPO Podcast. You're an adult. Grow up. Deal with it. I don't care. Hoe staat het met de open inrichting? Ik zag een bijeenkomst in Amerika, Bert, waarop een melding gemaakt werd van rechtshandig privilege. Dus de achterstelling van linkshandigen. Dus, oh, terecht. Ja, helemaal terecht. Eindelijk dat daar ook eens een keer... Eindelijk, eeuwen en eeuwen van linkshandige beschimpen en uitsluiten. Ik dacht, waar blijven ze nou? Maar ze zijn er uiteindelijk. Ja. En de bezwaren die zijn als volgt. Rechtshandigheid maakt het leven gemakkelijker dan voor linkshandigen. Rechtshandigen voelen zich daardoor veel meer op hun gemak in de wereld, omdat alles gericht is op linkshandigheid. En zij hebben dus meer toegang, meer kansen en meer voorsprong. Dus ongelijkheid.
Oh, dat heb ik altijd gevoeld. Ik ben rechtshandig. Yeah. Ik heb altijd dat privilege, dat heb ik heel erg gevoeld. Ook echt zwaar misbruik van gemaakt. Dat durf ik nu al toe te geven. Dat ik altijd als eerste dan mijn rechterhand uitstak om iemand een hand te geven. En dat ik dan wist van, weet je, je hebt dan toch, als je je rechterhand kunt laten zien, toch net even dat extra streepje voor. Yeah. Weet je, ook, ik dacht, als je dan om je heen kijkt, dan zie je ook gewoon eigenlijk altijd alleen maar bijna rechtshandigen. Precies. En dat is omdat linkshandigen, ja, die zijn eigenlijk uitgestorven, worden echt genocide op rechtshandig gepleegd, eeuwenlang. Dus dat is wel, wel een dingetje, hoor. En jij bent dan nog degene die zich bewust is van dat privilege. Maar weet je dat er heel veel mensen zich daar helemaal niet bewust van zijn? Nee, ik hoop dat er toch ook eens een keer workshops komen voor onbewuste privileges voor rechtshandigen. Exactly. Dat wordt gewoon, dat zie je ook in bedrijven, dat daar helemaal geen rekening mee wordt gehouden. Terwijl je eigenlijk weet dat nou op elke werkvloer met 10 man zit tenminste 1 linkshandige weg te kwijnen. Die gewoon de hele tijd zit die maar die mensen met hun rechterhand, alsof het niks is. Ja. Beetje met elkaar zwaaien en typen en de pen vast te houden. En zelf is het elke keer maar weer de pen over de inkt, over het papier vegen. En dan weer met de elleboog tegen iemand anders aanstoot, terwijl je dat niet wil. Beetje verborgen leed. En dan die rechtshandigen, die doen daar maar grappig over en makkelijk. Maar waar kun je terecht als linkshandige? Ja. Is er een linkshandige stilteruimte? Nee. Is er een meldpunt, een vertrouwenspersoon voor linkshandigen die zegt, hier heb je een speciale schaar om gewoon met linkshandig te kunnen? Nee. Die rechtshandigheid vind ik ook buitengewoon verdacht, want in het verleden, en dan kijken we bijvoorbeeld, ik zit hier in Duitsland, maar als we kijken naar de jaren 30 en 40, en dan kun je je afvragen welke hand er omhoog ging. Precies. En waarom is handen schudden altijd recht met de rechterhand? Dat zeg je zoiets. Ik weet niet of het onderzocht is, maar het zou goed zijn. Er zat gewoon wetenschappen die daar onderzoek naar doen. Maar ik durf nu al te voorspellen dat de meeste rechtshandigen zijn en cisgender. Ja, cisgender en fascisten. Zijn cisgender, fascistgender. Zijn fascistgenders. De Europese, pan-Europese partij Volt die had het afgelopen weekend een bijeenkomst in Lissabon. En wat wel duidelijk werd was dat die partij nog helemaal niet rijp is voor regeren. Behalve dan in Nederland waar ze 3 zetels hebben. Uiteraard is diversiteit en inclusie belangrijk voor de partij. En dat moet allemaal veel strikter worden verwezenlijkt volgens Volt. Oh god. En gelukkig was onze man Chris Alberts daar. Er komt een database voor leden van de partijen waarin alle raciale kenmerken geregistreerd en opgeslagen worden. Oh, dat vind ik heel goed. Dat is in het verleden ook al eens gebeurd en dat is heel goed uitgepakt. Ja, want als je niet weet welke kleur en welk gender mensen hebben, dan kun je ook niet zorgen voor meer diversiteit en inclusie. Dus moet dat, allemaal, gaat... dat moet allemaal geregistreerd worden. Dit gaat alleen om gender en huidskleur? Ja. Oh, ik dacht ook echt om formaat schedel en zo. En de afstand tussen kin en schedel en dat soort dingen. Ja, maar goed, als je het wil fine-tunen, neuslengte. Precies, ja, je kan niet zomaar bedoelen, want dan krijg je huidskleur. Hallo, we hebben een heel kleurenpalet. Kijk. Dat doen mensen heel makkelijk over diversiteit. Maar het gaat om percentages. Als je zeg maar, je wil minimaal 30% vrouwen. Ja, wat zijn dan weer vrouwen? Dat zijn lichamen met een baarmoeder. Weet je maar, hoeveel procent is dan in transitie geweest en hoeveel procent niet? En als je dan 30% vrouwen, je kan dan zeggen, is het dan 17 of 16% alleen uiterst blank? En wat voor blank? Weet je, dat is allemaal heel ingewikkeld. En dat moet je dan. Dat moet je zoveel mogelijk moet je dat in wetten gieten. En ook, ik vind het zo goed dat Volt nu al voorop loopt met dit soort dingen. Want het is in de toekomst gaan dat hele belangrijke zaken worden. De Volt Boys and Girls en alles wat daartussen zit, die zijn dus met voorstellen gekomen voor een meer inclusieve taal. En dan las ik in NRC Handelsblad, Bert, heb jij vast ook gelezen, dat er een enorme lobby op gang gekomen is van belangengroepen die de zogenaamde inclusieve taal willen doordrukken in de boeken en het lesmateriaal voor het onderwijs de komende jaren. Want de Tweede Kamer die gaat daar vanaf 3 november aanstaande over debatteren wat er dus in die schoolboeken moet komen en wat niet. En een mooi voorbeeld, las ik in die krant, was het net verschenen genderdoeboek voor scholen. En ik denk dat nu al mooi. Ja, het gaat heel expliciet over biologieles. En dan wordt er gezegd, spreek niet over mannelijk
en vrouwelijke voorplantingssystemen. En niet de lichaamskenmerken maken van iemand een man of een vrouw, maar de genderidentiteit en de genderexpressie. Praat liever over mensen met een penis en niet over man. En mensen met een baarmoeder en niet over vrouw. Nou, wat we net zeiden. Max, dat is toch... Ja, en dit wil niet zeggen dat dit boek, dit genderdoeboek voor scholen er ook doorheen komt. Maar als je kijkt naar de sympathie die deze hele genderdiscussie heeft bij partijen als D66 en GroenLinks. En in zekere zin ook bij de VVD. Dan maakt het genderdoeboek wel degelijk een goede kans. Vreselijk. Het kan toch niet? Ja. Het is toch totaal bezopen en van de pot gerukt om aan kinderen te leren: het is geen man, maar een lichaam met een penis. Ja. Je kan toch niet dit soort biologische feiten boven dit soort verschrikkelijke tram-ideologie stellen. Maar wel als je dus allebei, als je ook de transgender mannen die geen penis hebben of die transgender vrouwen die geen baarmoeder hebben erbij willen betrekken. Dus hoezo? Ja, nee, maar dat is de hele gedachte erachter. En als je ziet over hoeveel mensen we het hebben, hè, want ik heb dus die cijfers nog nagekeken voor het Centraal en Cultureel Planbureau, die komt met een onderzoek uit 2017. Dat is weliswaar oud, maar goed, zo snel groeien de transgenders ook weer niet in Nederland. Heeft 0,6% van de mannen en 0,2% van de vrouwen problemen met het eigen geboortegeslacht. Dus dat zijn mensen die in aanmerking komen voor een verandering. Dus dat is een heel klein percentage. Het is echt zo'n extreem klein percentage. En je begint er een beetje ziek van te worden. Dat je dat echt voor iets wat zo weinig voorkomt, dat er zoveel van aan de kant moet. Ja, het begint echt een beetje eng te worden. Ik krijg een beetje een soort alsof er een hele kleine groep is die zichzelf allemaal privileges aanmeet. Die ineens buiten alle bestaande wetten vallen. En waarom moet alles daarop aangepast worden? Je kan toch ook zeggen, mannen hebben een penis, maar er zijn ook mannen die voelen zich vrouw en die willen dan vrouw worden. Dus dan noemen ze zichzelf vrouw en dan heb je een vrouw met een penis. Maar mannen hebben een penis. Hoezo moeten dat ineens lichamen genoemd worden? Nee, precies. Ik ken transgender mannen die helemaal niets moeten weten van dat genderneutrale gedoe. Nee, die hebben hun hele leven wilden ze altijd al naar de mannen-wc. Nu kunnen ze naar de mannen-wc, want ze zijn man. En nu krijgen ze genderneutrale wc's. Neutraal. Ja, dus dat willen ze helemaal niet. Niet wilde zijn, precies, neutraal. Juist. Maar dat is ook iets wat je nu ziet gebeuren met Netflix en Dave Chappelle. Dat je denkt van, er is een hele kleine groep activisten binnen Netflix die dat niet vinden kunnen. Waarom vinden ze niet kunnen? Ja, de grappen van Dave Chappelle zijn kwetsend en maken geweld tegen transgenders mogelijk. Daar is geen bewijs voor, maar als het al zo is, dat zal. Maar dat is nou eenmaal in het leven, zijn er dingen die positief zijn en soms zijn dingen negatief. Dat gebeurt, dat hoort bij het leven. En ik begrijp niet waarom als je transgender bent, dat ineens allemaal niet meer geldt. Waarom als je transgender bent, dan mogen er geen problemen zijn en moet alles voor je wijken. Dan, ja, is het, dan mag je niet gekwetst worden en dan ben je zo breekbaar. Ja, het lijkt mij sowieso heel kut als je anders bent. Anders dan de meerderheid. Het lijkt mij dat als je blind bent of in een rolstoel zit, dat je dan ook elke dag, de hele dag, in de maatschappij wordt geconfronteerd met het feit dat je anders bent dan in de maatschappij. Ja. Maar ja, we kunnen moeilijk. Het kan voor blinden, dat doen we ook. Ze hebben stoplichten met geluid en geribbelde stoepen en braaien en zo. Maar ja, de maatschappij blijft een maatschappij voorziende, niet voor blinden. Dus je bent altijd, zul je daar nadeel van ondervinden. Precies. En het enge, en het enge is dat dus die transgenders, die transgender activisten moet ik zeggen, dat die het maatschappelijk proberen af te dwingen. Dus inderdaad via canceling. Ja. En maar ook in dus nu met het onderwijs en straks ook met wetgeving. Transgenders moeten gewoon leren dat ze inderdaad een hele kleine minderheid zijn en dat ze daar inderdaad altijd hinder van zullen ondervinden. Ja, en dat we een heel normaal dat we op een normale manier met elkaar omgaan, met respect, ja, et cetera, maar dat we dat niet in allerlei wetten en gedragsregels en boekjes gaan vatten. Want 99,4% van de bevolking heeft daar niks mee.
Nee, en ik vind ook, ik ben ook helemaal zat dat al die transgenders continu bij alles zeggen ja, maar dat mag niet, want dat lokt geweld tegen transgenders uit. Of dan gaan transgenders zelfmoord plegen. Dan moeten ineens transgenders moeten nog boven kankerpatiënten en coronapatiënten moeten dan voorrang krijgen, dat anders kinderen met gendergevoelens gaan dan zelfmoord plegen. Ja, dat zal dan, maar dat is dan helaas. Soms zit het mee en soms zit het tegen in het leven. Ja. Ik begin daar al een beetje ziek van te worden, dat transgenders denken dat er helemaal niets mag, omdat het in het nadeel van transgenders is. Transgenders zijn niet ineens een soort supersoort waar alles om draait. Het universum draait niet om transgenders, helaas. Het is echt absurd als je kijkt naar de verhoudingen dat 99,4% van de mensen zich moeten voegen naar de grollen en grillen van 0,6% van de bevolking. En dan zijn het er nog minder, want we hebben het hier over transgenders. En niet iedere transgender is een transgender activist, weet je. Dus het clubje is nog vele malen kleiner. Nee, echt. Als je alle anderen zegt, ja, maar dit is verwaarloosbaar. Ja. Ja. Ik bedoel, dat is toch, dat vind ik echt, ja, het is gewoon absurd om daar zoveel rekening mee te houden. Dat is gewoon, sorry transgenders, maar het is absurd om er zoveel rekening met jullie te houden. Dat gaat gewoon, dat slaat gewoon nergens op. En daarom wordt identiteit erbij gehaald. Daarom hebben we het steeds over identiteitspolitiek. Want als je je identiteit eraan ontleent, dan mag je daar verder niks over zeggen. Want anders ben je gewelddadig en dan respecteer je mensen niet. Precies. En als je mensen niet respecteert, dat is het allerergste van de hele wereld. Dan zaai je haat. Juist. Dan ben je haat. Als je dan iets zegt waar ze het niet mee eens zijn, zegt ze nee, jij verkoopt haat. Ja. Jij verspreidt haat. Hoezo? Ik zeg iets waar je het niet mee eens bent. Wat volgens mij ook nog eens een keer waar is. Als je dan zegt, ja, mannen hebben een penis en vrouwen een vagina, zegt ze nee, je verspreidt haat. Ja. Volgens mij niet. Volgens mij verspreid ik gewoon elementaire waarheden. Ja, dit is de kern van waarom het altijd over identiteit gaat. Vrouwen hebben een baarmoeder. Ja. Vrouwen hebben een baarmoeder. Vrouwen hebben een baarmoeder, baarmoeder, baarmoeder. Vrouwen hebben een baarmoeder, baarmoeder. En mannen? Hallo vrouw. Mannen hebben een penis, penis, penis. Mannen hebben een penis. Oh ja, Bert, de directeur van een onderdeel van de Universiteit van Berkeley stapt op en hij vertelt op Twitter waarom. Directeur van een onderzoeksgroep, een onderzoeksonderdeel van Berkeley, volgens mij iets met klimaat. Daar wil ik vanaf zijn. In elk geval is hij dus directeur van een iets. En die hadden iemand uitgenodigd, een wetenschapper, om te komen spreken. Hij wil niet zeggen wie dat is, uit privacyoverwegingen. En die werd dan door de universiteit of door anderen werd die gecanceld. Vanwege zijn politieke, political views. Ja. En dus heeft hij geprobeerd dat recht te breien door hem later opnieuw uit te nodigen. Omdat hij dus principieel zegt van ja, ik het kan me niet schelen wat zijn politieke views zijn. Het is een heel goed wetenschapper. Ik wil graag zijn wetenschappelijke verhaal horen. Want wij zijn ook wetenschappers en wij zijn niet politiek. Dus we gaan niet iemand cancelen vanwege zijn politiek. Omdat dat gewoon niet, dat is gewoon niet oké. Ik wil graag wetenschap bedrijven. Nou, dat is niet gelukt. Hij komt er niet uit. Ik weet niet precies met wie, met de universiteit of met anderen is maar een beetje ontgaan, maar hoe dan ook. Ze blijven erbij nou, dat hij niet mag komen, in elk geval niet op een normale manier. Terwijl hij vindt dat je dat wel moet doen. Dus zegt hij, nou oké, dan stap ik op als directeur. Ik wil hier niet langer directeur zijn van een groep waarbij wetenschap wordt uitgesloten. Exact. En dit is precies de kern van de problemen. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij zich niet langer kan verenigen met zijn plek waar hij werkt. Want als je dus wetenschap opzij zet omdat iemand politiek er een privé mening over op nahoudt, waar andere mensen via Twitter het niet mee eens zijn, dan is dat het einde van de wetenschap. Dan kun je dus ook nooit meer, je kunt geen leiding geven aan zo'n wetenschappelijk bureau als dit de policy is. Dat lukt natuurlijk niet. Hij zegt ook letterlijk van ja, ik wil
wetenschap bedrijven. Ik wil op zo inclusief mogelijk wijze wetenschap bedrijven. Dus ongeacht geslacht en ras en gender en huidskleur en afkomst. Maar dus ook ongeacht politieke voorkeur. Ja, en hij zegt, nou, dat kan niet. Ja, dus zijn we niet inclusief. Nou, dat wil ik niet. Nee. Hij zegt, dan kan ik geen wetenschap bedrijven. En het is echt super moeilijk om dan op te stappen. Ja, dat vind ik ook. Ja, dit gaat voorbij aan mijn principes als wetenschapper. Ja. En dat is gewoon echt heel goed. Vanwege onvrede op Twitter. Vreselijk. Ja. Vreselijk. Nou, maar zo moet het gaan. Dit moeten meer mensen doen. De mensen moeten gewoon zeggen van, dan stappen we op. We gaan daar tegen strijden. In ieder geval, hier ga ik niet langer in mee. Dit is de manier om woke te breken. Namelijk. Precies. Het gaat ook nog over woke. Opinieartikel in de Wall Street Journal of iemand die zei van, nou, als je ervan uitgaat dat woke en verwokisering een soort Franse revolutie is en we nu dus in de reign of terror zitten, dus ja. die na de guillotines kwamen. Robespierre. Robespierre is dan de woke social justice warriors. Ja. Dan lijkt het erop dat we nu eindelijk in het iets mildere regime zitten, wat daarna kwam. En daarna werd pas echt die verlichting uitgebouwd. Hè? Omdat daarna mensen zeiden, ja, misschien is het ook wel een idee om nu maar eens te stoppen met willekeurig mensen af te slachten waar we het niet mee eens zijn. Ja. Ook bijvoorbeeld de CEO van Netflix, die weliswaar om de verkeerde reden, hij zegt natuurlijk eigenlijk met zoveel woorden, ik ga Chappelle niet cancelen, want het levert mij winst op, want ik heb er veel geld voor betaald. Maar hij houdt wel voet bij stuk. Hij zegt wel, van, ja, ik ga dat dus niet doen. Ja. Dan moet je maar gaan staken, dan moet je maar weggaan. Ik ga dat niet. Idealiter, dat moet de volgende keer zijn, zegt hij van nee, want ik ben van Netflix en ik ben voor vrijheid van meningsuiting. Wat hij nu zegt is, ja, sorry, iedereen kijkt ernaar, dus het levert mij heel veel geld op. Dus ga weg. Ik ga mijn winst niet boven jullie idee stellen. Nou, plus maar plus dan, ook voor ballen. Ja, precies. En plus dat hij dan zegt dat er geen bewijs is dat de grappen van Chappelle zorgen voor meer geweld tegen transgenders. Dus dat ook nog. Maar hij zegt inderdaad gewoon nee. En woensdagmorgen dus wordt er gestaakt, is de verwachting. Nog één mooi voorbeeld uit Frankrijk. Everything woke turns to shit. Ja, dat weten we natuurlijk. De Franse zangeres Christine and the Queens dacht, weet je wat? Ik ga mijn naam veranderen. Christine is namelijk wel heel erg vrouwelijk. En Queens is dat natuurlijk ook. Ik maak er Raheem van. Raheem en de Kings. Raheem. Dat is al wel in de Queens. Een stuk inclusiever en neutraler, dacht zij. En nu is het een probleem, want er is een woke mob die op Twitter woedend heeft gereageerd, want Raheem is natuurlijk culturele toe-eigening. Het is zelfs transracisme. Een Française eigent zich een Arabische naam toe en dat is racisme. Dom, 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 dom. Dat had hij aan kunnen zien komen. Je kan niet zomaar iets goeds doen qua woke. Nee. Dat ligt heel gevoelig. Is Everything woke turns to shit. Straks nog één woke case uit Amerika, maar eerst gaan we waarderen en doneren. What a woke week it was. This is the TPO podcast. TPO podcast. Jazeker, ook vanuit Berlijn is dit de TPO podcast. Een mooie verbinding trouwens, hij doet het goed. Ranting and Reason. De verbinding La Palma, Berlijn. Bert, hebben wij nog donaties gehad en is er ook nog geschreven? Beste Bert en Roderick. Toen ik onlangs naar jullie aan het luisteren was, terwijl ik de hond aan het uitlaten was, keken een aantal mensen mij vreemd aan toen ik onbewust uit volle borst zong, I was offended and I have rights. Voor mijzelf was het een teken dat het tijd was voor een tweede keer te doneren. En deze keer €104. Keep up the essential work. Groeten Bas van de Zanden. Geweldig Bas, dankjewel. Mark Spitsen uit Zwolle. Bert B. Sir Rod. €33 treasure werd met liefde aan jullie gegeven. Value for the win. Groeten uit Zwolle, Mark. Mark, dank je. Mark luistert ook naar de No Agenda Show, volgens mij.
zo te horen. Inderdaad. Alec Breunesse, een bekende Facebooker. Beste Bert en Roderick, al vanaf nummer 0 luister ik naar jullie podcast. Fan van het eerste uur. Ik zie een verschuiving van nieuws brengen naar nieuws duiden. Doe weer meer internationaal. Theresa May was inderdaad in de tijd een fijn terugkerend thema bijvoorbeeld. En toen was er ook gewoon veel nieuws uit Groot-Brittannië. Vandaag een donatie gedaan van €52. Dik verdiend. Ga zo door en pak naast Woke een nieuw thema op. Liefst buitenlands. Whatever. Ga zo door. Veel groet, Alec Breunesse. Bedankt, Alec. Alec, dankjewel voor je suggestie. Maar wij selecteren gewoon wat ons goed dunkt, zullen we zeggen. En wat ons opvalt. Het zit niet echt het is niet een krant of zo. Of een Radio 1 programma. Met allemaal leuke, gezellige onderdelen. NPO Radio. Kijk, beste... nog één ding. Ik wil nog één ding over zeggen. Kijk, wij noemen het de Woke Week. Maar er speelt natuurlijk zoveel op dat gebied. En het is zoveel breder dan alleen woke. Dat wij er graag onze duiding aan geven. En nou ja, zie het vooral niet als een rubriekje. Want dat is het niet. En ook Buis, beste R&B, hierbij weer een betaling van €104. Zodat ik ook het komende jaar weer 2 keer per week van jullie Ranting in Reason kan genieten. Voorheen luisterde ik vooral via Spotify. Tegenwoordig wacht ik totdat ik de YouTube-registratie kan bekijken. Okay. Heerlijk om naast jullie stemmen te horen ook de non-verbale uitdrukkingen te zien. Ga eens vooral zo door met vriendelijke groet, Enno Buis. Dankjewel, Enno. Nog 2. Bram Spierings. Dag beste Bertrand en Diederik. Jezus. Opnieuw een kleine bijdrage vanuit mijn kant voor jullie geweldige podcast. Omdat de donaties laatste weken tegenvallen, voel ik mij genoodzaakt om alle medeluisteraars op te roepen ook een duit in het zakje te laten doen. Ook jullie, Sven en Teun. Anders voel ik mij genoodzaakt om jullie verjaardagsgeld aan deze beste heren te doneren. Sven en Teun. Op naar de 300. Met vriendelijke groen Bram uit Den Bosch. Kom op, Sven en Teun. Sven en Teun. Dit is een belangrijke oproep. Doneren. Ja. De laatste is van een andere Bert. Liever geen achternaam. Beste Bert en Roderick. Hierbij, net als vorig jaar, een bijdrage van €208 van een andere Bert zonder achternaam. Voor jullie geweldig leuke podcast. En ik heb al lang en breed voor jullie gestemd bij de awards. Ik hoop dat de bijdrage op tijd is, dus voordat jullie jarig zijn. In elk geval alvast van harte gefeliciteerd. Ik luister nu al meer dan 2 jaar zonder dat wekelijkse biertje minder te drinken. Met veel plezier naar jullie podcast. En ik vind het bewonderenswaardig dat het jullie lukt om nu 2 uitzendingen per week te maken. Nog steeds met een alertische en kritische blik op de actualiteit. Ga daarmee door zolang dat kan en blijf met de nodige humor. Vooral scherp op het spook, dat Hookweek. Met hartelijke groet, dat Woke heet. Met hartelijke groet, Bert. Zonder achternaam. Ja, hartstikke goed, Bert. Dank je wel. Wil je ook mailen? Dat kan naar info@tpo.nl. En als je je afvraagt, ja, waarom roepen ze nou steeds? Kom op jongens, doneren. Dat doen we hierom. De TPO-podcast zit niet achter een betaalmuur. Hij is vrij verkrijgbaar, 2 keer per week. Maar hij wordt niet kosteloos gemaakt. Er gaat tijd, liefde en noeste arbeid in. Dat geeft de podcast waarde. Hoeveel waarde? Dat bepaal jij. Een biertje in de kroeg kost je zeker €3. Een tosti daar €5. Een maandje Netflix is al €14. Wat is de TPO-podcast je waard? Ga naar tpopodcast.nl en doneer. Keep the show running. Want wat geen waarde heeft, is geen blijvertje. Dus ga naar tpopodcast.nl en doneer. Bij voorbaat dank. TPO Podcast. Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States. This is CNN Breaking News. We have never, ever, ever, ever failed in America. It's an incredible way of putting it. Tell them the truth matters. It's an incredible way of putting it. This is a Russian intelligence disinformation campaign. Why isn't Joe Biden angrier about all of this? How stupid can you be? This is a classic example of the right-wing media machine. It just lacks credibility. Go ahead. Barry Weiss.
Zij is, zij was de redacteur die vertrok bij de New York Times, omdat de redactie een secte geworden was, waar maar één kant op geschreven en gedacht kon worden, namelijk linksom. En zij zat de afgelopen week bij CNN, nota bene, en wel bij het keffertje Brian Stelter, nota bene. And Barry was geweldig. You're right. There are tens of millions of Americans who aren't on the hard left or the hard right who feel the world has gone mad. So in what ways has the world gone mad? Well, you know, when you have the chief reporter on the beat of COVID for the New York Times talking about how questioning or pursuing the question of the lab leak is racist, the world has gone mad. When you're not able to say out loud and in public that there are differences between men and women, the world has gone mad. When we're not allowed to acknowledge that rioting is rioting and it is bad, and that silence is not violence, but violence is violence, the world has gone mad. When we're not able to say that Hunter Biden's laptop is a story worth pursuing, the world has gone mad. When, in the name of progress, young school children, as young as kindergarten, are being separated in public schools because of their race, and that is called progress rather than segregation, the world has gone mad. Goed, yeah! Zij is zo dit. Ja, daar had zelfs Brian Stelter even niet van terug. Ja, dit is zo'n fantastische opsomming. En zo goed, en dat kan zij als geen ander. De CNN-anchor, die Brian Stelter, die vraagt, ja, maar wie begrenst dan dat debat? He? Dan zegt Weiss op een gegeven moment, ja, dat doe jij en CNN, om maar een voorbeeld te noemen. Who is the people stopping the conversation? Who are they? People that work at networks, frankly, like the one I'm speaking on right now, who try and claim that, you know, it was racist to investigate the lab leak theory. It was. But people are allowed to cover whatever they want to cover. But you and I both know, and it would be delusional to claim otherwise, that touching your finger to an increasing number of subjects that have been deemed third rail by the mainstream institutions and increasingly by some of the tech companies will lead to reputational damage, perhaps you losing your job, your children sometimes being demonized as well. And so what happens is a kind of internal self-censorship. This is something that I saw over and over again when I was at the New York Times. People saying to themselves, you know what? Why should I die on that hill? Why should I take the 3 or 4 weeks that it takes to smuggle through an op-ed that doesn't suit the conventional narrative? I might as well commission the 5,000th op-ed saying that Donald Trump is a moral monster. What's going on is the transformation of these sense-making institutions of American life. It's the news media, it's the publishing houses, it's the Hollywood studios, it's our universities, and they are narrowing in a radical way what's acceptable to say and what isn't. Yeah. Yeah. Want dat doen ze altijd. Hè? Dan zeggen ze van ja, maar hoezo? Wie stopt? Is toch vrijheid van meningsuiting? Het is jullie geluid overal. Terwijl ja, dat geluid is overal. Dat geluid wordt inderdaad zoveel mogelijk weggeduwd. Dat wordt de hele tijd, is er inderdaad, zie je het zichtbaar terug hoe de sprake is van zelfcensuur. De hele tijd is dat geluid, als je iets normaals wil zeggen, wordt dat weggehoond op Twitter en door mensen dus als Brian Stelter en door CNN. Maar CNN, ik kwam laatst even op de site, dat ik denk van even kijken of er nog ergens nieuws is. En het normale nieuws is prima bij CNN, maar het is echt. Het is heel raar. Het is helemaal vol ook met op-eds en dingen over Trump. Ja. Het is een heel rare, hysterische ondertoon. Zie je overal tussendoor op die hele site. Het punt is vooral dat we hebben het hier over nieuwsorganisaties die een vertrouwen hebben bij mensen. Ja, steeds minder natuurlijk, maar vertrouwen hebben bij mensen dat zij de feiten presenteren. We hebben het over CNN, we hebben het over de New York Times. Dat waren iconen. Barry Weiss komt nog met één mooi voorbeeld hoe verstikkend woke werkt. Dorian Abbott is a geophysicist at the University of Chicago. He is absolutely brilliant and he was slated to give the Carlson Lecture at MIT. It's an incredibly prestigious public lecture. But he was canceled from that lecture because of a Twitter mob. And what was his sin? Well, he argued that people should be hired on the basis of their merit and their individuality, not based on their identity as a group.
That was his thought crime. And for that, MIT, one of the most important research universities in the world, caved in a matter of 8 days. Now you can say to me, oh, that's cherry picking. Oh, that's a one-off. What are the downstream effects of an example like that? Every other scientist, every other academic who's watching that is saying, wait, hold on. If he's being canceled for that, what does that mean for me? Zo werkt het, ja. Juist. Dat is dus precies waar het hier om gaat. Dat is dus waar het om gaat. Het is het enorme chilling effect. En dit is waarom je ook, als je één spreker cancelt, cancel je meteen 10. Ja. Omdat die 9 anderen, die zeggen, oké, ja, ik ga dan kom ik dan maar niet. Dan ga ik mijn mening beter maar niet uiten, want ja, ik word toch gecanceld. Precies, dat is de angst en de terreur. De website heet Common Sense with Barry Weiss. Je kunt er lid van worden en je kunt er ondersteunen. Zou ik zeker doen. Yes. Even nog, speaking of the media. Of ik weet niet wat je verder nog hebt. Nee, verder niks meer. Ik heb niks meer. Oké. Axel Springer, dat is de Duitse uitgever van Bild en Die Welt. Die zijn sinds 2015 ook eigenaar van Business Insider. Die hebben deze zomer Politico gekocht. Aha. Voor 1 miljard dollar. Politico is ook actief in Europa. En met Business Insider en met Politico slaat Axel Springer dus de vleugels uit naar de Verenigde Staten. En dat is een heel goed teken, omdat Axel Springer centrumrechts is. En hun berichtgeving ook. En dat was natuurlijk bij Politico ook al een beetje zo. Politico vond ik, stond toch een beetje, niet per se heel rechts, maar wel in een heldere verslaggeving, laat ik het zo zeggen. Dus dat is een mooi tegengeluid in het toch al lastige medialandschap van de Verenigde Staten. Ja. Oké, dat was het. Ja, verder Colin Powell is dood. Ja. Daar valt verder niks over te zeggen, behalve dan dat je natuurlijk de beste man voor de rest van zijn nagedachtenis wereld ingaat. Dat is de man die de wereld Irak-oorlog inrommelde. Dus ja, ik vraag je af hoe de nagedachtenis is van deze man. Ja, daar heeft hij wel zijn excuus voor aangeboden en gezegd dat hij daar helemaal naast zat. Maar goed, dat kan gebeuren. Maar goed, die beelden vergeet je natuurlijk nooit meer van Colin Powell, die aan de VN uitlegt met een bord. Kijk hier. En daar zie je, we hebben bewijs. Oh nee. Rumsfeld en onze grote vriend, hoe heet die? Dick Cheney, die hebben de boel vernacheld. Het zijn vooral Rumsfeld en Cheney geweest. En ik denk dat Powell daar vooral slachtoffer van is geworden, eerlijk gezegd. Ja, dat denken wij, weten we niet zeker. Maar ja. Nee. Daar ziet Powell er te sympathiek voor uit. Goed. U vindt ons op onder meer Spotify, Apple, iTunes dus. En Apple Podcast. En natuurlijk op tplpodcast.nl. Dit was aflevering 293. Aus Berlin. Wij danken iedereen voor de ondersteuning deze week. Ook de mensen die dat doen anoniem bijvoorbeeld via Patreon. Waarderen en doneren heel graag via tpopodcast.nl. En wij zijn alweer terug vrijdag 22 oktober. Volgende week jarig, Bert. Stay cool! Tot vrijdag. TPO Podcast. Bert Brussen, Roderick Balo. Ranting and Reason. Beste podcastluisteraars, tot vrijdag. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you. Keep the show running. Go to tpo.nl/podcast. Thank you.